Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar we zijn vanmiddag bij een sport waarbij de deelnemers hun jeugd al achter zich hebben liggen. Walking voetbal, een nieuwe tak van sport waarbij de vreugde in het spel voorop staat. We zijn bij Olympia, bij de Old Stars 1886. Wat is walking voetbal? Ja, het is een van de nieuwe vormen die de KNVB in overleg met Nationaal Ouderenfonds heeft verzonnen. En dat bestaat nu in 3 jaar. En wij zijn 3 jaar geleden ook gestart bij Olympia. En walking voetbal, de term die zegt wandelend voetbal. Maar het is een rekbaar begrip. Dat heb ik inderdaad gezien. Er is een minimum leeftijd, geloof ik, 60 jaar, hè? Ja. De spelregels officieel zijn dat het bedoeld is voor 60-jarigen. Dat het met kleine doeltjes gebeurt, zonder keeper. Dat de bal niet hoger mag dan de heup. En dat je niet mag rennen. Dat zijn eigenlijk de hoofdkenmerken. Maar het wordt wel eens met voeten getreden. Voeten getreden, inderdaad. Op zich ook wel begrijpelijk natuurlijk. Want er zitten voetballers bij, ja, die renden vroeger. En dan is het toch... Leuk als je die bal kan halen, maar dan moet je een beetje lopen. Ja, dat is de moeilijkste spelregel. Dat hebben we in de praktijk al regelmatig gezien. We zijn op een paar toernooien aanwezig geweest. En dan speelden we tegen ADO en Feyenoord. En dat zijn allemaal ex-voetballers. En die hebben verschrikkelijk problemen met die regel. Maar ik moet wel zeggen dat de oorspronkelijke bedoeling van het walking voetbal is... niet om te willen winnen. Dat is een leuke bijkomstigheid. En dat zit in veel ex-selectiespelers. Maar om het gezellig samen zijn. Het gezamenlijk bewegen in de buitenlucht. En na afloop leuke verhalen. Ja, de derde helft. Leuke verhalen. De voetballers komen van, ja, van heinde en ver is overdreven. Maar alle Goudse voetbalclubs zijn wel vertegenwoordigd hier. Ja, we zijn begonnen met 2 of 3 mensen. En het heeft er een stukje in de krant gestaan. En toen kwamen daar weer 2, 3 mensen op af. En toen is het eigenlijk rond gaan zingen in het goud. En we hebben mensen van selectie. Van Feyenoord bijna. Van Olympia, van Gouda, van Jodenboys, van CVC, van Donk. Dus het is een gemalleerd gezelschap. En in de praktijk is gebleken dat ze fantastisch met elkaar overweg kunnen. Luister even, een wit hesje, trek aan. Willem. Van Houtman, Karel, Rob Henze, Joop, Gerard, Vijgie en Ben. En de niet genoemde trekken oranje, ja. Met hoeveel mensen zijn ze een beetje gemiddeld hier aanwezig? Ja, nou gemiddeld, ik denk een mannetje of 15, 16. De groep bestaat uit iets van 20 man. Ja, we hebben een taxichauffeur bij, we hebben er mensen bij met onregelmatige diensten. We hebben ook nog mensen die werken. Maar een mannetje of 15, 16 hebben we eigenlijk altijd wel. Ja, de gemiddelde leeftijd is, want er staat hier denk ik vanmiddag wel voor ruim 1000 jaar op het veld, hè? Ja, het is allemaal 60 plus. Ben is onze oudste speler, die is 77. Ik zag net dat Wim Berkenkamp aanschoof, dat is al 65. Ik ben zelf bijna 68. Dus het zijn allemaal jongens van heel vroeger. En ja, het is echt een feestje. Ja. Willem Dekker is sinds kort ook met pensioen, die heb ik pas hier voor het eerst gezien. Nou, hij zegt Willem Berkenkamp, dus je zegt ik kom mensen tekort, maar ze komen toch wel aanlopen blijkbaar. Ja, Willem Berkenkamp was ik aangenaam verrast, want ik ben eigenlijk al een tijdje bezig om, want ik doe ook Facebook en ik ben een beetje aan het promoten. Dus dat was wel een cadeautje dat Willem er nu was. Maar ik zou zeggen, er zijn zoveel voetballers, Goudse voetballers en omgeving van 60 plus. En kom allemaal een keertje kijken, ik denk dat het wandelvoetbal, het etiketje, dat misschien een beetje... negatief is, want ik dacht ook de eerste keer, denk, ja, wandelen en voetballen, dat gaat niet samen. Maar het zijn echt wel partijtjes en het gaat nog best wel, wil best wel winnen. En iedereen zet zijn beste beentje voor. Dus ik zou zeggen, kom kijken. En volgens mij ben je dan net zoals ik wel overtuigd. En ik sla er werkelijk geen week over als ik ook met de kans krijg. Je kan gewoon aansluiten, je hebt helemaal geen voetbalverleden nodig. Als je zelf je voetbalschoenen aan kan krijgen en liefst ook weer uit, dan is het gewoon, het is gewoon hartstikke gezellig. Daarnaast het is gezellig, in de kleedkamer is het baldadig, we zijn ventjes. En je hoeft helemaal niet goed te kunnen voetballen. Als je gewoon nog een beetje zonder rollator het veld opkomt, kan je wel meedoen. Heel graag zelfs. Iedereen moet het, ik gun het iedereen, het is geweldig. Ja. En het kost ook niet veel, denk ik.
Nee, wij hebben een lidmaatschapje van, als ik het goed zeg, €90. Per jaar? Per jaar. Maar we doen dinsdag doen we met een klein groepje gewoon nog apart. Dat kost eigenlijk niks, zit er allemaal bij. Als we dan vanaf 6 spelers hebben, dan komen we hier gewoon het veld op. En we doen ze thuis. En we nemen kleine doeltjes mee van Bart Smit. En de grote bal, anders raken we hem niet. En het is hartstikke gezellig. En dat is vanaf 10 uur. En als je daar interesse voor hebt, dan kan je bij mij opgeven. Tom Broekhuis, ik ben wel te vinden. En dan hebben we een groepsapp en dan kijken we of we er genoeg hebben. En zo doen we dat dan de hele tijd. Ja, en als iemand zegt van ik wil het eens een keertje gaan proberen, dan kan dat ook altijd. Kan altijd. En 3 keer ook en 4 keer ook. Maar volgens mij ben je na de 2e keer al verkocht. Dus gewoon komen, zou ik zeggen. Zal ik ook mee gaan doen? Ja, dat zou ik heel erg leuk vinden. Dat moet je doen. Participerende journalistiek noemen ze dat. Ja, dat is goed. Ik ben een herintredende voetballer. En dan ben jij een participerende journalist. Maar het is geweldig. Het is echt geweldig. Ik ben heel enthousiast. Je speelt er geen competitie, maar wel toernooi. Binnenkort staat er weer een leuk toernooi voor de deur, heb ik begrepen. Ja, we hebben afgesproken onderling dat we per jaar mede naar 4 toernooien. En vrijdag 5 oktober dan spelen we in Houten een groot toernooi. En dat is de 2e keer dat we daar zijn. De eerste keer hebben we daar de eerste prijs weggesleept. En we hopen het te herhalen, maar wat ik al zei, het is niet de uiteindelijke bedoeling. Iedereen die mag spelen. En ik zou zeggen, bijna op naar de 3e helft. Ja, het is tijd ervoor. Oké, boys, pak de spullen! Links. Jongens, hek, je leven in de binnen. Oh ja.